Welkom bij Nerdcultuur. Vandaag gaan we het hebben over de derde aflevering van de HBO Max-serie The Penguin. En dit is dus duidelijk de aflevering van Victor Aguilar. En we beginnen de aflevering dus ook met een flashback waarin we zijn perspectief op de bomaanslag van de Riddler te zien krijgen. En dat is dus wel een hele toffe manier om de gebeurtenissen uit de Batman erbij te betrekken. En waarschijnlijk de volgende keer als je dus de Batman gaat herkijken, dan zal deze scène een heel stuk meer impact hebben. Want vanuit Victor zien we dus echt gewoon hoe het leven van gewone mensen werd beïnvloed door die overstroming. En zo, en hij heeft dus ook echt letterlijk alles verloren. En het moment dat hij dus zijn moeder nog probeert te bellen is wel echt hartverscheurend. En we zien dus ook door de afleveringen heen dat hij daardoor dus de trauma en PTSD heeft opgelopen en dat hij daardoor dus struggelt met anxiety en met stotteren en zo. Maar het vriendinnetje wat we dus te zien kregen in de flashback komt later weer terug en biedt hem dus eigenlijk een weg naar buiten. En daarmee dus een manier om de criminele onderwereld te verlaten, maar hij heeft dus de twijfels of Penguin dat wel of niet zal toestaan. En de confrontatie tussen Victor en Penguin aan het einde is daardoor dus ook extra pijnlijk, omdat je bijna gewoon gaat geloven dat Oz hem inderdaad als een soort zoon ziet. Alleen aangezien we binnen dezelfde aflevering nog gezien hebben hoe makkelijk die dus Sofia Falcone heeft verraden, zet je wel gelijk je vraagtekens tot in hoeverre die echt om Victor geeft. Uiteindelijk besluit Victor dus toch om Oz te redden van de Maronis die dus Sofia en als betrapt hadden. En dat leidt er dus wel toe dat ze nu gewoon op het point of no return gekomen zijn. Maar ja, ik vraag me dus af hoe Sofia daarmee om zal gaan, want zij blijft dus wel echt een van de heetste en beste personages in deze serie. En we kregen deze week dus ook meer toelichting over haar achtergrond met Oswald Cobblepot. En blijkbaar was Penguin dus verantwoordelijk voor het feit dat zij in Arkham beland is. Vanuit haar perspectief is ze dus ook niet de hangman, maar het zou nog wel kunnen dat ze misschien wel wat mensen vermoord heeft. Het voelt in ieder geval nog steeds alsof ze wel echt gevaarlijk is. Maar Sofia heeft dus een nieuwe druk gevonden met van die paddenstoelen en dat wordt Bliss genoemd en ze heeft dus de triads nodig om dat te gaan dealen. Maar om die deal voor elkaar te krijgen moet ze toestemming krijgen van Johnny Vitti. Maar het komt dus heel goed uit dat Oz nog wat blackmail materiaal voor Johnny Vitti heeft. En misschien kunnen ze dus een tijdelijke alliance sluiten met Johnny Vitti om Luca Falcone uit de weg te werken. Maar ik vraag me af of Oz en Sofia die Johnny Vitti wel kunnen vertrouwen. Maar wat ik ook nog heel mooi vond in deze aflevering, in dat gesprek wat Oz en Sofia hadden, is dat Oz dus inderdaad toegeeft dat hij wel spijt heeft van wat hij gedaan heeft, maar dat het tegelijk het ook wel waard was. En dat is dus wel echt het personage van de Penguin tot in zijn core, van hij is bereid iedereen om zich heen te naaien als dat hem verder omhoog werkt. En hij heeft dus wel gewoon echt die hele zieke ambitie. Omdat we in de eerste twee afleveringen dus ook gezien hebben hoe zijn moeder hem behandelt, en hoe die dat dus een beetje bij hem erin gestampt heeft, begin je dus ook wel te begrijpen waarom hij zo cutthroat is. Maar ja, super sterke aflevering van de Penguin dus weer. En ik kan niet wachten om te zien wat we volgende week te zien krijgen. Want het schijnt dat dat dus een aflevering is die wat meer gefocust is op Sofia Falcone. En we hebben er nog maar 5 te gaan. Maar dit is nu dus al een serie die zichzelf wel aan het neerzetten is als een van de betere stripboekenseries die we tot nu toe gehad hebben. Ik ben nog niet bereid om het een van de beste te noemen, maar hij maakt dus wel kans om zo te eindigen. Maar laat me voor nu vooral weten wat jij van aflevering 3 van The Penguin vindt en of je het dus inderdaad in die gesprekken meeneemt van nu al een van de beste stripboekenseries ooit. Bedankt voor het kijken naar mijn review in ieder geval en subscribe ook op dit kanaal om op de hoogte gehouden te worden van alles wat gaande is in nerdcultuur.